Waren jullie er inmiddels al achter wat de grootste en zwaarste orgaan van de mens is? En ja, ik zie je al denken, maar iedereen heeft dit orgaan. De huid. Het is alweer even geleden dat ik op school leerde over de lagen van de huid. Maar ik geloof dat de huid alleen al 4 extra zintuigen heeft. Marit? Ja, de huid kan natuurlijk aanrakingen voelen, maar ook pijn waarnemen en kou en warmte. En hoe belangrijk is de aanraking? Aanraking is heel belangrijk. Weet je dat het zelfs stress kan verlagen? Dat je hoeveelheid cortisol en adrenaline kan afnemen. Kan ja, eigenlijk op die manier van een opgefokt gevoel afkomen. Als je even echt maar knuffelt. En dan heb ik het dus wel over echt langdurig lekker met iemand knuffelen waar je echt gek op bent. Dan kan je je ineens een stuk beter voelen. Nou, ben benieuwd. En ik heb ook wat gehoord over erogene zones. Waar zitten die dan? Die kunnen echt overal zitten. Het is echt wat je per... Ja, dat verschilt echt per persoon wat je lekker vindt. Het kan bijvoorbeeld je oorlelletje zijn. Het kan je grote teen zijn. Het kunnen je billen zijn, je borsten, je tepels, je ballen. Er is echt van alles mogelijk. Het verschilt echt zoveel mensen, zoveel wensen. Dus dat is niet als bij mij bijvoorbeeld mijn bovenarm heel erg gevoelig is, dat dat bij jou ook zo is? Nee, absoluut niet zo. Nee. Ik ken echt iemand die bijvoorbeeld, dat is, bij mij moet je echt niet aan mijn oor komen, maar ik ken haar en zij kan bijna klaarkomen als je aan haar oorlelletje zo wrijft en een beetje likt. Ja, oh, echt? Ja. Dat is lekker. Ja, zeker. Zou ik ook wel willen. Ja, ik ook wel. Dat is wel lekker, ja. En verschilt het dan ook per seksen? Er zijn natuurlijk sowieso denk ik meer vrouwen dan mannen die hun tepels echt heel erg lekker vinden als je die aanraakt. Ik ken weinig mannen waarbij die tepels echt heel gevoelig zijn. Je hebt natuurlijk de ballen, die hebben vrouwen niet. Dus in dat opzicht verschilt het. Ja. Maar ik denk dat zowel mannen als vrouwen kunnen zo'n oorlelletje lekker vinden. Of misschien is het wel de binnenkant van je pols of whatever. Dus dat is denk ik niet, heeft weinig te maken met seksen. Hoe stimuleer je het beste deze plekjes? Ja, ook dat verschilt natuurlijk weer per persoon. Vind je het lekkerder als je er overheen kietelt? Of misschien juist masseren of likken, bijten? Het kan op zoveel verschillende manieren. Daarom ook hier voor, ja, ik herhaal het steeds gedurende dit seizoen weer. Maar communicatie is echt de key. Weet je, wat vindt iemand precies lekker? Zeker als je een bijzondere erogene zone hebt. Zoals bijvoorbeeld zo'n, ik kom weer op dat oorlelletje. Daar kom je natuurlijk niet heel snel. Dus het is goed als je dat gesprek met iemand voert. En dan ook duidelijk van, ik vind het echt lekker als je er zachtjes op bijt. Of ik vind het lekker als je er aantrekt of whatever, weet je. Vertel gewoon wat je lekker vindt. Ja. Gewoon lekker open zijn. Open zijn, ja. Ja. Maar goed, masseren en strelen vindt bijna altijd iedereen lekker. En welke erogene zone is heel belangrijk, maar wordt vaak overgeslagen? Dan denk ik toch ook wel weer bij mannen de ballen. Er wordt vaak meteen, ja, er wordt heel veel aandacht natuurlijk aan de penis gegeven, maar die ballen die is meestal van oké. Die hangen er ook een beetje zo onder, van hallo. Die hangen van hallo, mogen wij eventjes. En er zijn echt heel veel mannen die het super lekker vinden als je eraan likt, als je ze masseert, als je ze streelt. En bij vrouwen, de binnenkant van de bovenbenen bijvoorbeeld, er wordt meteen zo altijd op het geslachtsorgaan gedoken. Terwijl, hoeveel lekkerder is het als je eerst het opbouwt en dan langzaam die bovenbenen streelt en de binnenkant van de bovenbenen vooral kust, leekt, een beetje bijt. Dat heeft wel vaak de voorkeur. Ja. Maar dat wordt vaak niet gedaan. En als je even kijkt naar het algemene plaatje, hoe belangrijk is nou eigenlijk die aanraking? Nou, aanraking is heel belangrijk voor mensen. Echt je stressniveau in je lichaam, daar is ook onderzoek naar gedaan, daalt echt. We hebben minder adrenaline, minder cortisol. Dus juist gewoon echt zo'n liefdevolle knuffel of gewoon gemasseerd worden. Dat is allemaal gewoon heel stressverlagend en heel goed voor je. En natuurlijk gewoon heel lekker. Lekker. En heb je dan ook aanraking nodig om bijvoorbeeld een orgasme te krijgen? Ik zou zeggen ja. En dat geldt voor het merendeel van de mensen. Maar er zijn wel eens bijvoorbeeld tantra-beoefenaars die zo ver zijn al in tantra. Die zeggen van ik mediteer 20 uur en ik heb een orgasme van 8 uur. Dat hoor je wel eens. 20 uur mediteren voor een 8 uur lange orgasme. Ik zeg nu maar iets, hè, maar dat hoor je wel eens. Je hoort van die verhalen van mensen die het lukt om dan zo'n soort van meditieve status te bereiken. Waarin alles voelt als één groot orgasme. Ik ken geen mensen die kunnen klaarkomen zonder aanraking. Welke hulpmiddelen kun je gebruiken om je partners lichaam te stimuleren of te masseren? Er is natuurlijk zoveel. Je kan bijvoorbeeld ijsblokjes gebruiken om langs iemands lichaam te gaan. Dat kan heel spannend zijn, hè? Maar je kan ook andere uitersten, spelen met warmte. Dat kan bijvoorbeeld door, je hebt van die kaarsen die als je ze aansteekt veranderen in een soort van glijmiddel massageolie. Zo kan je spelen met warmte. Wat heb je nog meer? Ja, pijn. Dat is natuurlijk ook iets wat we ervaren en wat soms wordt ervaren als prettig. Dus je kan een zweepje, maar je kan ook tepel, hoe heet die dingen? Tepelklemmen, inderdaad. Er is zoveel met pijn, daar kan je echt helemaal los mee gaan.
En bijvoorbeeld een veertje voor om lekker mee te kietelen. Of een vibrator om langs de huid of langs de eikel, langs de clitoris. Er is genoeg op de markt. Dan zou ik hierin gewoon lekker experimenteren en dus al wat je zei, communiceren. Ja. Ik kan me voorstellen dat bij de pijngrens opzoeken, dat daar wel een goed stopbordje bij nodig is. Ja, zeker. En niet iedereen zit erop te wachten natuurlijk. Dus trek niet zomaar je sleep uit de kast, maar heb het er eerst even over. Eerste date meteen. Hier is de kast, laat me door. Ja. Goed om te weten. Ik had het eigenlijk wel verwacht, maar bij vrijen is je huid dus vrij essentieel. Ieder lichaam zit immers vol erogene zones die bij iedere persoon verschillend zijn. Als je ze heel bewust betast, met je hand, je lippen of tong, kan je letterlijk, maar ook figuurlijk, geraakt worden door de ander. Massageolie of het gebruik van een voorwerp kan het gevoel nog meer versterken. Seksuologen maken vaak gebruik van de Sensate Focus oefeningen. Je leert dan stapsgewijs dat je in een ontspannen omgeving en met meer aandacht voor de tast intenser kunt genieten van lichamelijk contact. Kut. En dan is het nu tijd voor een experiment. Namelijk, welk zintuig neemt het over als je je zicht weghaalt? Oeh. Weet jij het antwoord? Lekker strak. Goed. En dan de volgende. Als we ook nog eens je gehoor weghalen. Hoor je me nog? Nee, ze hoort me niet. Super. En als laatst. Wat nou als je ook nog eens je tast weghaalt? Maar ze hoort me niet meer, dus ik ga zo meteen even haar handen pakken. Ze heeft geen idee wat er aan de hand is natuurlijk. En als je als kijker ook geen idee hebt wat hier nou precies aan de hand is. Aan de hand. Nee, dat was een woordgrapje. Waarom snapt niemand die? Ik snapte hem, maar ik mag niet horen. Oh nee, klopt. Als je als kijker nou ook geen idee hebt wat hier nou aan de hand is, kijk dan vooral even de vorige afleveringen terug. En dan heb je misschien een idee wat hier gebeurt. Maar dit ziet er best goed uit, toch? Kunnen we dus gewoon zo laten zitten? Ze komt wel thuis, toch? Top. Wat? Hallo? Dank je. Hey, help! Ik denk ruiken. Moet ik nog wat?